video moet 13.000 likes halen. En als dat gebeurt, jongens, dan komt er morgen gewoon weer een video. Maar dan moet je eerst een duimpje omhoog klikken. Zo simpel is het. Jij klikt één keer op een duimpje omhoog. Ik maak een hele nieuwe video. Heb je wel eens indoor skydive gedaan? Ik heb wel, het was keihard. Je kan het vandaag namelijk winnen, gewoon gratis. Je kan gratis indoor skydive, dat ziet er ongeveer zo uit. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen om kans te maken op die prijs is een reactie achter te laten hieronder. En geabonneerd te zijn op de Kelvlog. En als dat gebeurt, dan maak jij kans op die gratis skydive sessies met gewoon, dat is gewoon keihard skydive gewoon. Ik maak de winnaar bekend op Snapchat, dat is hier, Calvijn, voeg me toe, dan ben jij misschien wel de winnaar, dat zie je morgen. En de winnaar van gisteren is ook bekend, videobericht staat nou op de Kelvlog, hier staat. Misschien ben jij wel de winnaar, check het even. Ik heb iets bedacht. En dat is namelijk als volgt. Ik zag heel veel mensen op video's van... My boyfriend does my make-up. Girlfriend does my make-up. My father does my make-up. My kind doet mijn make-up. Wat? Hè? Nogmaals, oftewel, heel veel mensen op een of andere manier doen elkaars make-up. Want dat is dan grappig, want sommige mensen weten niet wat en hoe het eruit ziet. En toen dacht ik, weet je wat? Ik heb geen vrienden. Mijn vriendin zit aan de andere kant van de wereld. Dus laat ik maar gewoon make-up bij mezelf opdoen. En dat ga ik vandaag doen. Ik heb een doos, letterlijk een doos, vol met allemaal make-up shit. Ik heb geen idee wat dit allemaal is. Ik heb expres gevraagd of een mattie van mij make-up kon halen. Ik besef nu pas dat een man, gewoon in Amsterdam, allemaal make-up heeft gekocht. Fucking grappig. Allemaal make-up waarvan ik geen flauw idee heb wat het is. Ik heb echt geen idee. En ik ga het maar gewoon doen, denk ik. Ik ga wel doen alsof ik er verstand van heb. Ik begin met de foundation stick. Nou, dat kan natuurlijk maar... Oh, hè? Oké, ik ga wel niet lezen wat erop staat, oké? Anders is het niet leuk. Want nu weet ik al, oh, dit is foundation. Dat wist ik trouwens al. Hier, boom, foundation stick. Niks aan de hand. Foundation stick is belangrijk. Dat je gewoon goed verdeelt, weet je? Je verdeelt gewoon goed deze foundation. Je moet je nek niet vergeten. En dan moet je het even uitsmeren, denk ik. Dat doe ik met deze dingen. Hier ga ik mijn, dit is gewoon removal shit. Hoe veeg ik dit uit? Gewoon met mijn hand? Zo, onder je ogen is ook belangrijk. Ik bedoel, als jij straks gewoon, als je balletjes hebt omdat je te hard gepartied hebt en de nacht ervoor. Of als je gewoon gewerkt hebt in de bar. Of als DJ, dan moet je gewoon goed foundation gooien. En dan weet je dat, snap je? Kijk, het is belangrijk dat je het gewoon goed evenredig verdeelt. Gewoon onder je oogjes. Dat is zeer belangrijk. Ik ben echt dom trouwens. Ik heb echt de kutste huid ter wereld. En dan ga ik ook nog dit doen. Oh, volgens mij zie ik er wel lekker uit op deze manier. I think I'm looking pretty fucking amazing, man. Het is belangrijk dat je je nek niet vergeet. Want straks zien mensen zo van... Oh, zijn hoofd is bruin, maar zijn nek is wit. Wat is dit voor neppe shit? Ik ga gewoon grabbelen. Dit ding. Dit is... Spuit. Ik denk dat dit haarspul is. Wow. Ik hoor het gewoon gek gaan. Is het goed? Denk ik. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik herhaal. Sets make-up for a long-lasting finish. Oké. Okay. What the fuck? Nee! Sets make-up for a long-lasting finish. Oil-free, does not clog. Make-up fixing spray. Dit was spray, zodat je make-up blijft zitten. En ik spuit het op mijn hoofd. In mijn haar bedoel ik. Want dat was de bedoeling dat je het in je hoofd doet. Op zich geeft het me wel een soort van hippe out of bed look, you know what I'm saying? Like, I just got out of bed, man. You wanna hang out? Let's go hang out. I'm not gonna do my hair, it's just okay, man. Dit. Dit is, ik denk dat dit voor hier is. Gewoon zo roze, zo op je ooglid, gewoon. Voor mij is het cute as fuck, man. 'Cause I'm a Barbie girl in a Barbie world. Ik heb geen idee hoe ik eruit zie nu ook. I don't know. Oké, ik ga kijken wat het is. Corrects dark spots. Ik heb momenteel iets wat je gebruikt om je donkere dingen weg te werken, heb ik op mijn ogen gedaan. Dit is echt een party, man. Ik mag gewoon grabbelen in dit doosje. Dit. Ga open. Waarom maken jullie deze shit zo moeilijk? Ik zweer het je. Ik krijg het gewoon niet open. Zit in mijn mond. Dit is bruine shit. I don't know. Volgens mij is dit ook... hoe heet dat? Foundation. Volgens mij is het ook foundation. Het is gewoon nogmaals kapot belangrijk dat jij jouw nek niet vergeet. Oh, het ruikt echt...
Het ruikt echt naar groep 2. Ik heb groep 2 niet gedaan. Hoe weet ik dat? Het ruikt echt serieus naar kinders. Wow, check mijn handen. Het ruikt naar kinderspeelzaal. Oké, ik ga kijken of het foundation was. Liquid foundation, oké. Oké, dit. I don't even know how to open this, man. Hey, het voelt als een mini champagnefles. Zo voelt het. Gewoon mini champagne. Dit is het. What the fuck is dit? Dit is iets. En hier zit zwart spul in. Moet je dit... Oh, wacht. Hè? Zit hier nog niet iets anders? Nee. Hoe werkt dit, man? Oh! Ja! Ik heb het. Dit is een kwast. Dit is zwart spul. En ik denk dat dit zo voor een wing is. Oh yeah, I got this. Dit is sowieso voor een wing. Wacht. Aight, keihard. Deze is keihard. Deze rock ik echt keihard. Ander ook. Nou, omdat we toch bezig zijn, hè. Zo, boom. I love it. Wing 1, wing 2. Volgens mij is dit echt voor die wing. Ik ga kijken waar dit voor is. Black. Gel eyeliner. Eyeliner. Volgens mij is eyeliner voor hieronder. Maar... Doen chicks ook... Doen jullie met eyeliner ook jullie wing? Want dan had ik het volgens mij best goed, toch? Nou, bij deze heb ik dus een kwast. Dit kwastje ga ik gewoon even zo doen. Ik vind het zo lekker, hè? Ik vind het zo lekker om het bij mezelf te doen. Hier. Dit ding. Wat is dit? Dit ziet eruit als een oogpotlood. Volgens mij is het oogpotlood. Maar wat doe je met oogpotlood? Daar teken je je ogen mee bij. Maar wat... Hoe teken je je ogen dan bij? Volgens mij moet je dan zo'n lijntje om je ogen doen, toch? Zo. Brow and wax pencil. Brow. Oh, brow. Voor je wenkbrauwen. Oh, je kunt je wenkbrauw bijtekenen zo. Fucking epic. Sorry, ik heb het echt helemaal verkeerd gedaan. Wow. Keihard. Fucking. Ik denk dat dit inderdaad voor je wenkbrauw is. Jezus, ik was echt... Ik dacht dat dit... Oh, fucking intense wenkbrauw. Ik ga die andere voor de andere kant gebruiken. Zo even wenkbrauwtje bijtekenen. I don't even know what's happening. Ik ga hem doorlopende doen. Ik heb gewoon schijt aan fashion. Hij is letterlijk nu al op. Hij is gewoon op. Ik kan gewoon, ik voel gewoon hout gewoon tegen mijn hoofd aan. Hè? Even kijken waar dit was. Brow en wax pencil. Oké, dan heb ik nog dit. Ik kan dit indrukken. Oh, what the fuck gebeurt hier? Als ik dit indruk, komt het stoffig spul uit. Hè? Allemaal dames zitten nu te kijken en denken, what the fuck, dat deze jongen niet weet dat dit een kapadari matipitapi is. Inderdaad, dat wist ik heus wel. Waarom zou je het ook zo moeilijk maken om het open te maken? Ik bedoel, dit moet toch voor alle leeftijden gewoon zijn? Ik heb hier iets, dit. Hier zit iets van een kwast. Wow, nice! Dan heb ik een tweede iets. Hoe dan? Ik kan hier opdrukken. Maar wat doe ik daar verder mee dan? Of komt het hier dan op of zo? Is dat de bedoeling? Dat als je hier opdrukt, dat het dan hier op komt? I don't know, people. Ik kan hier aan draaien. Hè? Oh, ik denk dat ik het heb. Dit moet je dan hierop doen. Wow. Nee, dat is wel een beetje veel. En dan moet ik dit hier uitpakken zo. Zup. En dan moet ik dit zo hierop doen. Maar hoe kan je dit hierop doen als dan anders straks valt straks alles eruit? Moet ik zo. Hè? Dit is echt intens. Oké. Ik ga het gewoon doen. Het is tijd om even te kwasten. Volgens mij hoort het wel hier zo. Oké. Ik ga kijken wat het is. Bronzing brush. Ik snap. I don't get it. I don't get this. Maar goed. Ik heb nog hier iets. Nou, dit kan niet anders zijn dan een soort van lippenbalsem of zo. Dit is al cola. Oh, fucking nice. Een soort cola shit. Beter is dit lekker. Oh, dit smaakt gewoon naar cola. Oh, fucking lekker, man. En dan dit ding nog. Ik heb geen idee wat dit is. Oh, dit is weer een potlood. Ik ga gewoon extra mijn wenkbrauw bijtekenen. I love them unibrows. Baartje. Oké, ik ga even kijken. Ik ga checken wat het is. Kool pencil. Ja, hier heb ik dus geen reet aan. Dan heb ik hier nog iets in zitten. Dit. Nou, we weten natuurlijk allemaal waarvoor dit is. Dit is voor je wimpers. Deze is voor je wimpers. Oh shit. Klonten shit. Oh, dat zat een dikke klont in, jongen. Mascara, boom. I got this, oké? Ik weet toch letterlijk gewoon meer van make-up dan ik dacht. Nou, tot zover deze video waarin ik mijn eigen make-up ging doen. Ik weet niet waarom ik dit heb gedaan, maar ik vond het toch wel een ervaring. Nu kan ik ooit tegen mijn ouders zeggen, weet je wat, mam? Ik kan gewoon make-up doen. Fucking hard.
Zoals je weet, als deze video 13.000 likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Dat lijkt me vrij duidelijk. En wil jij kans maken op gratis indoor skydiven? Dat kan door een reactie hieronder achter te laten en te abonneren op de Kelvlog. En dat is het enige wat je ervoor kunt doen. Het is één groot feest, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Ik vond het fucking leuk. Ik zie jullie hopelijk morgen weer als het jullie lukt om 13.000 likes te halen. Like, love you, bye. Ik heb een aantal tattoos laten zetten. Ik wou laatst al een tattoo en toen dacht ik, weet je wat, ik ga er gewoon een aantal laten zetten. Omdat ik best wel een aantal dingen had waarvan ik denk, yo, dat wil ik graag aan jullie vertellen. De eerste zit aan deze kant van mijn nek. Ik vind het wel pittig, man, om het te laten zien.